kanon ontsteken. En daarmee gaan we eigenlijk aftellen naar de laatste 2 minuten van 2013. En we hebben eigenlijk best een heel roerig jaar achter de rug. Dat kunnen we gerust zeggen. Misschien kunt u zelf ook nog wat herinneringen ophalen. Wat heeft dit jaar voor u betekend? Aan mij dus de eervolle taak om nu via deze lont dit kanon te ontsteken. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Het was een echt oranje jaar. Op sportgebied plaatsten onze jongens zich voor het WK in Brazilië. En Flying Dutchman Epke Zonderland kroonde zich in een spectaculaire vlucht tot wereldkampioen. Met temperaturen van boven de 30 graden zorgde het kwik in juli en augustus voor een opeenstapeling aan hoogtepunten in ons land. Het was een zomer om nooit te vergeten. Tijdens de European Music Awards gaven de grootste wereldsterren acte de présence op de Rode Loper in Amsterdam. Voor even waren wij het middelpunt van de wereld. Maar bovenal was 2013 natuurlijk het jaar van de nieuwe koning. Heel Nederland kleurde oranje om hem te verwelkomen. Ja, nog één minuut tot 2014. En wat was het een roerig jaar 2013. We namen afscheid van een prachtige koningin en kregen een hele goede nieuwe koning. En laten we eens even vooruitkijken naar 2014, want wat wordt dat voor jaar? Zeker een sportief jaar. Wat gaan we doen in Sochi? Hoeveel gouden plakken gaan we daar halen? Worden we wereldkampioen voetbal in Brazilië? Of krijgen we misschien wel een elfstedentocht? Ja, en wordt het misschien wel een heel romantisch jaar? Vindt u de liefde van uw leven? Of vindt u uw droomhuis? Of eindelijk die baan waar u zo op hoopte? Of wordt misschien wel uw kindje geboren? We wensen natuurlijk al het geluk voor 2014. Nog 15 seconden. Het aftellen is begonnen. Pak elkaar lekker stevig beet. Want we gaan naar 2014. 7, 6, 5, 4, 3...
never feel like a classic band. You do good and when you start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards when blow your paper in? Do you ever feel someone 6 feet deep, 6 feet deep, and try to scream nobody is okay? Did you know that girl, there's a chance for you, there's a spark in you, all you got to lie. Bij de Victoria's Secret Fashion Show 2013. De meest spectaculaire lingerie show ter wereld.